De regering heeft nog niet gereageerd op het verzoek van leerkrachten in Ikeri om de mogelijkheid te creëren om dienstwoningen over te kopen. In november van het vorig jaar schreef de commissie Belangenbehartiging Leerkrachten in Dienstwoningen een brief aan president Chatrika Prasad Santokhi, waarin ze het verzoek doen om de dienstwoningen te kopen. Doordat de overheid de dienstwoningen niet renoveert, verkeren deze in deplorabele staat. Aangezien de leerkrachten een betere huisvesting willen, zullen ze de woning na de koop renoveren. Stanley Kurban, secretaris van de commissie, zegt teleurgesteld te zijn dat de brief niet is beantwoord. Nee, we hebben nog niets gehoord. Helaas moet ik zeggen. Ik had meer verwacht, maar we hebben nog niets gehoord. En jullie hebben zelf niet opnieuw contact gezocht? Nee, dat hebben we ook niet gedaan, want we hadden hoge verwachtingen van wat u had meegenomen. Maar tot daar was het iets anders. Wat gaan jullie nou doen? Gaan jullie gewoon blijven wachten? Nu, we wachten nog een beetje, want als we kijken, het land is zo en nog niet zo stabiel, moet ik zeggen, met de corona en de politiek. Dus we moeten nog even wachten. Net zoals in Paramaribo onderwijsgevenden hun programma hebben moeten aanpassen als gevolg van de coronapandemie, hebben ook de leerkrachten in Ikeri op een creatieve wijze ingespeeld op het onderwijs, zegt Kurban. Het gaat heel moeilijk. Het is heel moeilijk. We moeten thuis blijven. We hebben nu een verlenging van de vakantie. Dus het is even checken. Maar het is heel moeilijk voor ons, ja. En het onderwijs geven zelf, want het is nou een combinatie van online studeren en ook fysiek aanwezig zijn? Nee, voorlopig is de schoolvakantie verlengd. Maar we hebben al instructies om ons voor te bereiden op online. Maar hoe dat precies gaat plaatsvinden, heb ik nog geen idee. Want je moet rekening mee houden. Niet aan ieder heeft een internetaansluiting. En data kopen kunnen we niet afdwingen van die leerlingen dat ze data moeten kopen om les te kunnen volgen. Want dat kost ook heel veel. Stanley Kurban, secretaris van de commissie Belangenbehartiging Leerkrachten in Dienstwoningen, tegenover onze nieuwsdienst. De leerkrachten hebben nog niets vernomen van de regering ten aanzien van het overkopen van dienstwoningen.